Veel zogenaamde kenners gaan ervan uit dat Groningen en PSV het op een akkoordje gooien vanmiddag. Maar zou bijvoorbeeld Kessman daar ook aan meedoen? Of wil hij zijn aantal van 35 goals nog flink wat opvoeren? Voorlopig heeft het alles weg van een trainingspotje. Maar misschien dat Kessman nu toch eens denkt, ja, dit begint mij te vervelen, ik ga er een maken. Het is ook kwaliteit om in zo'n situatie de paal te raken. Ooyer. Bouma. Zou er in de spelregels ook iets staan over mogelijk spelbederf in dit soort situaties? Ik kan me in het verleden een scheidsrechter herinneren. En ik dacht dat het Henk van Ettekoven was die daarvoor floot. En een indirecte vrije trap gaf aan de tegenpartij. Maar die tegenpartij doet ook niks. Dus dat is ook passief spel. Van Egmond fluit dan af. En het kampioenschap voor PSV is een feit. En door deze 0-0 is ook Groningen in veiligheid. Blijft het in de Eredivisie. Een wel hele goede middag hier vanuit Eindhoven. Het Philipsstadion is dus een van de drie decors waar het vanmiddag allemaal gaat gebeuren. Want wie had voorafgaand aan deze editie van de Eredivisie kunnen hopen, durven dromen dat het zo geweldig zou aflopen. Want laten we niet vergeten, het kan dus ook in Eindhoven gebeuren. Het hoeft niet in Rotterdam te gebeuren of in Tilburg. Het kan zomaar in Eindhoven gebeuren. En nu al om 10 roepen, hoort u dat? Geweldig. Mendes. Alex, ja, hij zit erin. In de 8e minuut. Dus de snelle voorsprong is er wel. Afellay. En Kone. Tot twee keer toe Stojkovic. En het is 2-0. Blijft dus oppassen voor PSV met dit soort situaties. Gomez, oh, een blunder van Gomez. Zorgt voor de 2-1. Simons, Afellay, maar eens proberen. Ja, die is binnen. Het is dan toch gebeurd in de 59e minuut. En het Philipsstadion ontploft. Spinoza is hinderlijk. Dus Kromkamp maar. Cocu in de buurt. Cocu, ja, dat is hem. Farfan. 4-1. Iets minder nog dan een kwartier. Farfan. Kluivert niet. Bal valt voor Cocu. Toch 5-1. 5-1 voor PSV. En het is Philip Cocu die het doet. En nu gaat het grote wachten beginnen, want de wedstrijd zit erop. PSV wint met 5-1. Is dit voldoende voor het landskampioenschap? PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven! Het is niet te geloven! Kijk die Koeman is! Oi, 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 jongens! De fout van Gomez is niet fataal gebleken. Ronald Koeman doet het. Zijn doelpunt. Hun kampioenschap. PSV, toch landskampioen. In 2007 en 1991 werd PSV op doelsaldo landskampioen. Dat is een scenario wat er natuurlijk mogelijk is, maar dan moet je dus met 6 doelpunten verschil meer winnen van PEC dan Ajax doet van de Graafschap. En als je daar een beetje op speculeert of misschien over winstdroomt, dan doe je PEC wat dat betreft natuurlijk veel en veel te kort. PEC is gewoon de nummer 7 van de Eredivisie. De Jong, deze is voor Prupper. Komt hij er langs? Komt hij tot een schot? Locadia wel. En die maakt ook de 1-0. Jurgen Locadia met de openingstreffer hier voor PSV, waar de kansen met name voor PEC waren. Achterin en wat een kopkans voor Locadia. En dan is het De Jong die er 2-0 voor maakt. Met Smeets en de gelijkmaker. Het is 1-1 op de Vijverberg. En weer een wending in deze competitie. Oh, oh, wat is dit? 1-1. De Graafschap komt op 1-1 tegen Ajax. Allee. Dat betekent virtueel nu
dat PSV bovenaan staat. Boei, en dan is het 2-1. Na de fout van Zoet. Is het 2-1. Locadia. De Jong. En 3-1. Die mars is snel hersteld, zeg. Het is hier afgelopen. Hier wint PSV met 3-1. En nu is het afwachten wat er in Doetinchem allemaal gebeurt. En... ja! Het is daar afgelopen. Nu is het definitief afgelopen. Is het gedaan. Is PSV kampioen. En dan is dit het moment dat de schaal en de titel, de champagne en de felicitaties. Ach, het is de nepschaal maar. Wat kan dat schelen? Maar hij is er wel. De titel, en die is alles behalve nep. De titel is voor PSV. Simply the best, het opkomstlied sinds jaar en dag van PSV van Tina Turner. Dat, veel vuurwerk en een fraaie sfeeractie in het stadion moeten ervoor zorgen dat PSV wordt opgepompt richting het landskampioenschap. Van Ginkel. Van Ginkel gaat nu een grote kans krijgen. Biedt die kans aan Lozano. Lozano met een vrije uithaal en op de doellijn. En toch de goal voor PSV. Want het is Pereiro die er eigenlijk altijd wel staat in grote wedstrijden. Die het dan uiteindelijk doet voor de Eindhovenaar. Veel gevoel in de paas en daar is het wel raak. Luc de Jong, die eigenlijk altijd wel scoort in de kampioenswedstrijden, doet dat nu ook. Want dat zou zomaar kunnen vanmiddag. Het gaat er in ieder geval steeds meer op lijken. Voorzet van Arias richting de Jong. Die heeft te maken met drie tegenstanders. Bergwijn dan nog. Bergwijn 3-0. De eerste keer dat de PSV in de buurt is van Onana aan de tweede helft. En de derde treffer voor de Eindhovenaren. Op weg naar een groot feest. PSV viert voor de 24e keer het landskampioenschap. Na een 3-0 overwinning op Ajax. Afgerekend met de laatste concurrent. De rivaal op 10 punten gezet. Het zijn grandioze cijfers die horen bij dit kampioenschap 2017-2018.